President Chandrika Prasad Santokhi is vandaag op uitnodiging van de Chinese president Xi Jinping met een delegatie van 24 personen vertrokken naar China voor een staatsbezoek. De president laat op zijn Facebookpagina weten dat het officiële gedeelte van het bezoek op 12 en 13 april in Beijing zal plaatsvinden. Er staan cruciale besprekingen op de agenda gericht op bilaterale samenwerking, schuldherstructurering, nieuwe projecten, toekomstige relaties en ontmoetingen met grote bedrijven die interesse hebben om in Suriname te investeren. Naast formele gesprekken zal het Surinaams staatshoofd ook deelnemen aan symbolische activiteiten, zoals het leggen van een krans op het Tiananmenplein en het bijwonen van een staatsbanket. Bovendien zal de president tijd vrijmaken om Surinaamse studenten in Beijing te ontmoeten en gesprekken te voeren met bedrijven in Dalian en Shenzhen, zoals CITIC en Huawei, over potentiële samenwerkingen, waaronder het Safe City-project. Het staatsbezoek zal worden afgesloten in Huangzhou voordat de delegatie op 20 april terugkeert naar Suriname. Dit bezoek benadrukte de belangrijke rol van internationale relaties en economische samenwerkingen in de ontwikkeling van Suriname. President Santokhi kijkt ernaar uit om de banden tussen Suriname en China verder te versterken en om nieuwe mogelijkheden te verkennen voor groei en vooruitgang.